Meerdere Feyenoord-parels in trek, grote spanningen en veranderingen in Amsterdam. En niet alleen een ex-Ajax-seat, maar ook een voormalig Feyenoord-speler in de studio. Dit is Done Deal. Here we go. Karim Benzema has gone. Kutsu naar Benfica. Most expensive teenager of all time. Dan heeft hij toch maar zijn data gekregen. Ik was wel verrast, ja. Simons, en daar is hij wel. Is it done deal? Ja, bij mij in de studio. Een bijzondere aflevering. Ruim 500 wedstrijden, mannen. Aan betaald voetbalwedstrijden. Ik ga niet vertellen hoeveel er van mij zijn. Ze zijn namelijk van jullie samen. John Goossens, Kai Ramstein. Hij iets meer. Hij, ja, iets meer denk ik. Zeker. Ik weet het niet. Ja, zeker wel. Ja? Je hebt er ook aardig wat, hè? Dus John, onder andere speler geweest van Ajax, Feyenoord, ADO. Ja. In de MLS, India. En nog voor Jong Oranje ook een mooie wedstrijd gespeeld. Hoeveel podcastjes? Veel wedstrijden. Hoeveel podcastjes ooit gemaakt? Dit is nummer 2. Ja. Ja. Nou, daar iets minder ervaren dan. Ja, we beginnen, we trappen af met een paar stellingen. Ja. Komt-ie. Het is dus een kort antwoord, hè? Het zijn quick fire questions. Een speler als ik kan het huidige Ajax goed gebruiken. Hoe ik momenteel ben of hoe ik was? Hoe je was? Nee. Mijn carrière na het voetbal is leuker dan mijn carrière als speler. Anders. Terugkijkend naar toen had ik gewoon ja moeten zeggen tegen Chelsea. Nee. Mijn linkerbeen is beter dan die van Rafael van der Vaart. Ja. Ajax of Feyenoord? Oh, dat vind ik een hele moeilijke. Tik-tak, hij loopt. Ga ik voor Ajax. Top. Dit zal zo meteen waarschijnlijk allemaal nog wel even terugkomen. Mooi dat we hier al een beetje hebben. Ja. Er komt nog heel veel moois. We komen erop terug, toch? Ja, we komen er zeker op terug. Ja. Dus je krijgt nog tijd om het uit te onderbouwen. We hebben ook een bolvolle show, want er is genoeg aan de hand. De snelkookpan in Amsterdam, veranderingen zijn op komst. Van Louis Verhaal tot en met Dennis Bergkamp tot binnen de selectie. Hè. Er is van alles aan de hand. Feyenoord en de transferperikelen rondom smaakmaker Santiago Jiménez, maar ook een andere speler staat voorzichtig in de belangstelling. Real Madrid komt zelfs voorbij. Hebben we het met John over zijn bijzondere carrière, spelen voor Ajax, Feyenoord in het buitenland en daarbij op het veld staan met grootheden, mag ik toch wel zeggen. Want dat heb je. En we bespreken natuurlijk ook nog het allerlaatste transfernieuws. Dus we gaan snel beginnen. En we beginnen in Amsterdam. Want ja, het kan bijna niet anders, denk ik, met hoe dat de afgelopen weken eraan toe gaat. En het is natuurlijk ongelooflijk onrustig. Jouw oude club ook. Mm-hmm. Hoe kijk je er zelf naar? Ja, nou ja, ik heb gisteren even die wedstrijd gekeken. En ik heb wel het idee dat er een stijgende lijn in zit ten opzichte van afgelopen weken. Maar als ik toch zie hoe kwetsbaar dat verdedigend is. Ja, ja, dat is niet des Ajax. Nee. Hebben jullie daar zo in eerste instantie al meteen een idee van, ja, dat heeft hiermee te maken? Jullie hebben natuurlijk zelf ook dit allemaal meegemaakt. Nieuw komen bij een club. Met meerdere andere jongens tegelijk binnenkomen. Het zijn er nu bij Ajax een stuk of 12. Ja, dat is veel. Wellicht al te veel. Ja. Ik vind het lastig om een echt oordeel over te vellen. Maar voornamelijk als ik dat centraal zie, er straalt weinig zelfvertrouwen uit. Ik denk dat het ook heel erg scheelt als er al een trainer was waar het heel goed liep. Dat scheelt wel heel erg. Als je ziet, Slot, hè, Feyenoord moest vorig jaar ook, ik denk dat er ook wel 12 waren, vervangen. En toen zei iedereen van, dit is een drama. Vreemdelingenlegioen. Ja, maar als, zeg maar, als je nog 2, 3 hebt die exact weten wat er moet gebeuren. Je hebt een trainer die heel duidelijk vertelt. En die een voorbereiding heeft. Dat heeft Stijn natuurlijk ook niet gehad. Mm-hmm. Daar heb ik natuurlijk al eerder over gehad. Kijk, dan is het wel nog allemaal dubbelop. En dan, dan krijg je dit. Ja. Daar kunnen we denk ik de rest van de show nog mee gaan vullen. Laten we dat vooral niet doen. Ken jij nog mensen eigenlijk uit jouw tijd bij Ajax? Die er nu nog zitten? Die er nu nog zitten? Ja. Nee. Nee. Maar niemand? Zelfs niet de jeugdtrainer nog? Of iets? Nee. Nee, nou dan moet ik heel eerlijk zeggen, ik heb niet alle jeugdtrainers ook helder in kaart hoor, maar eigenlijk de generatie waar ik in zat. Nee, Maduro daar zou kunnen bijvoorbeeld. Die is natuurlijk assistent. Natuurlijk, daar heb je wel mee gespeeld, denk ik. Ja, daar heb ik wel mee gespeeld. En er zal ongetwijfeld nog wel een jeugdtrainer zijn die er in mijn tijd ook al zat, maar nee, ik heb ze niet helder op het netvlies. Maduro is nu natuurlijk assistent. Had je dat vroeger toen je met hem speelde al een beetje het idee van, ja, dat vind ik niet gek. Die wordt later of coach of assistent of... Ik heb eigenlijk 1 voorbereiding volgens mij met hem samen doorgebracht. En dan ben je heel jong.
En dan let je er eigenlijk totaal niet op. Dan ben je alleen maar op jezelf gefocust. En te zorgen dat je dag in dag uit je stinkende best doet. En je beste kant laat zien. En ja, dan kijk je eigenlijk niet heel erg naar de potentie van je medespelers, heel eerlijk gezegd. Nee. Voormalig voetbalprimeur redacteur Tim, die zit nu inmiddels bij onze vrienden van VI. Die kwam met het nieuws dat misschien dat toch wel heel graag voor Knoetsen was gegaan. Uiteindelijk is het natuurlijk... Onze Noorse vriend. Ja, daar heb jij al wel eens meer wat over verteld. Jij hebt daar wel een plaatje bij, hè? Ja, nee, ik ken een jongen waar ik toen mee speelde in Noorwegen. Die speelt nu onder hem Bodø/Glimt. En die is daar ook echt heel positief over, dat hij heel duidelijk is. En ja, dat was wel een visie die bij Ajax zou passen. Ik kan me op zich wel voorstellen dat Ajax geen buitenlandse trainer wilde. Nee. Maar ze hadden natuurlijk gewoon Peter Bos moeten halen. Die was voorhanden en dat was één koppertje. Ja, dat is... En dat was eigenlijk de tweede die hij ook wilde, hè? En die uiteindelijk ook niet mocht. Nee. Dat was het nieuws waar je het over... Vind je dat nog verrassend? Vind ik wel verrassend, ja. Ik vind het ook wel heel erg een soort trots wat dan nog in de weg zit bij... Ik weet dan niet wie het tegen heeft gehouden. Maar omdat Bos natuurlijk niet op de allermooiste manier is weggegaan toen bij Ajax. Nee, wel opvallend dat misschien dat zelf ook Bos graag toch wel had willen hebben. Maar dat moet je natuurlijk, die trots moet je natuurlijk opzij zetten. Ja, voor zeker. Voor het grote geheel, dat lijkt me duidelijk. Ja, en dan was er nog ander groot nieuws natuurlijk deze week. Louis van Gaal, een keer terug bij de club. Eigenlijk is daarmee de eerste grote transfer voor hem alvast gefixt. Wel een hele belangrijke. Hoe hebben jullie naar dat nieuws gekeken? Was toch best verrassend? Het is verrassend, zeker omdat je eerst het nieuws was dat hij qua gezondheid dat niet wilde. Hmm. Ik moet wel zeggen, ik ben over het algemeen niet echt fan van iemand die een adviserende rol heeft. Want als het dan straks slecht gaat, mogen hem dan wel of niet afrekenen? Hebben ze dan zijn adviezen opgevolgd, ja of nee? Hmm. Ik ben ook gewoon fan van of hij wordt directeur of hij komt in de Raad van Commissarissen en boem. Ik ga het allemaal bepalen en dit is een beetje net niks. Er was ook veel kritiek op dat vlak. Wat dan meteen ook doorkwam is dat er onder andere uit zijn koken ook Dennis Bergkamp, maar ook zeker Danny Blind in de picture zijn. Zijn dat nog mensen, ook in de wandelgangen, werden een beetje John van Schip, Marciano Vink. Danny ken jij denk ik goed wel, toch? Danny Blind. Ik heb Danny inderdaad als trainer... Hoofdjeugdopleiding misschien? Hoofdjeugdopleiding gehad, trainer. Zat wel bij hogere elftallen waar ik dan af en toe mee mocht doen. Nou, ik denk dat het voor Ajax op dit moment belangrijk is dat je de club DNA, dat je dat terugkrijgt. Ja. En dat is natuurlijk wel met dit soort namen die jij nu noemt, creëer je dat wel. Dus wat dat betreft zou het in mijn optiek een goede beslissing zijn om dit soort mensen weer terug binnen de organisatie een positie te geven. Ja. Hij heeft misschien als bondscoach niet top gedaan, daardoor is er een beetje kritiek op. Maar ik vind altijd wel, als ik hem hoor praten en wat hij bij Ajax heeft, vind ik het wel echt een man die er wel echt kijk op heeft. Ja, zeker. Komt goed over. En hard voor de club. Ja. Ik zei het net al eventjes, in jouw tijd bij Ajax, volgens mij heb je 3 voorbereidingen uiteindelijk meegedaan. Uiteindelijk nooit je debuut mogen maken. Maar als ik kijk naar de jongens waarmee je op het veld stond, kan ik niet anders zeggen dan dat er wel een flinke selectie was, of selecties. Als ik ze even opnoem, Alderweireld, Vertonghen, Blind, corrigeer me vooral als je een van die gasten niet gezien hebt op het veld. Vermalen, Emanuelsson, Suarez, Mitea, Soleimani, Gregory van der Wiel, Fernando Anita, Eriksen, Stekelenburg, Pantelic zelfs nog, Huntelaar, Kenneth Perez, Edgar Davids, Heitinga, Babel, Sneijder, Maduro, Stam. Dat is niet niks. Het is een beetje flauw, maar als je een van deze gasten terug mocht halen naar de huidige Ajax, wie zouden jullie dan kiezen? Op het veld heb je het over. Ja, zeker. Echt als speler, dus op zijn prime time. Is het top dan, hè? Ja, is het top. Ja. Ik was best nog een keer opnoemen. Nou, ik heb zie hier. Nou ja, ik heb die ik volgens mij niet zie in de verdediging. Jawel, Jaap Stam. Ja. Ja, gezien de huidige situatie centraal achterin. Was ook echt nog goed toen, hè? Bij Ajax. Wat mij nog bijstaat is dat hij was natuurlijk wel redelijk in zijn nadagen van zijn carrière. Maar die man was zo fit. Ja. Dat was ongekend. Die was echt zo fit en die was voor de training, na de training, was hij constant met zijn lichaam bezig. En wat dat betreft wel echt een fantastisch voorbeeld voor de rest van zo'n selectie. En dan met zijn staat van dienst. Ja, als je die nu terug zou mogen halen en je centraal achterin zetten. Ja. Scheelt een slok op een borrel. Hij stopte toen ook best verrassend, vond ik nog. Ja, hij was nog echt een van de betere spelers. Ja, en dat zegt niet altijd wat natuurlijk, want het is een eigen keuze geweest. Maar wat wil jij nog zeggen? Nou, en dan zet ik er, als ik dan ook één mag kiezen, dan zet ik er daarnaast Jan Vertonghen. En dan is Ajax uit de brand, denk ik. Zijn ze uit de brand. Hallo, maar die zou je zelfs ook in zijn staat nu graag zeker wel willen zien. Ja, die doet echt best wel prima bij Anderlecht. Die speelde ook met gasten als Kenneth Perez. Of tenminste, ik weet niet, hoe bewust heb je hem meegekregen? Hij is nu natuurlijk...
veel te zien op de buis. Ja, Kenneth is toen op een gegeven moment trainde heel veel mee bij Jong Ajax, waar ik destijds zat. Lekker cynisch lijkt me dat, dat hij daar rondloopt. Of, of ging dat wel? Nee, dat ging eigenlijk prima. Ik heb het niet als vervelend ervaren. Nee. En ik moet zeggen, ja, weet je, ook dan, hè, dan komt er een gearriveerde speler die dan bij tweede elftal komt meetrainen. Ja, die laat je volledig in zijn waarde. En je luistert naar de tips en tricks die hij af en toe uitlegt. En hij kon nog steeds fantastisch voetballen. Ja. Dus nee, ik heb hem niet persoonlijk heel erg goed leren kennen of zo. Die fase ook, was ook best wel kort. En ja, hij zat natuurlijk een beetje op een doodspoor destijds. En jij bent bezig om juist je strepen te verdienen daar. Dus je zit wel in een andere fase. Je had toen natuurlijk, wie waren eigenlijk jouw directe concurrenten voor Ajax 1? Is het nog linksbuiten dan? Nou, in mijn eerste jaar, zomer 2006, had je Mitea en Sulemani volgens mij. Nee, Sulemani werd hij later gehaald, denk ik. Volgens mij daarna. Ja, die van flinke zak geld kwam. Ja, maar je had Suárez die op een gegeven moment naar Ajax kwam. Ja. En omdat Klaas-Jan in de spits stond, speelde Suárez vanaf links. En dat was eigenlijk de positie waar ik toen voor bij het eerste elftal kwam. Dus dat was het. Dat wordt lastig. Op zich is dat geen eerlijke concurrentiestrijd. Nee, je was nog klassieke linksbuiten, toch? Ja, buitenom, linkerpoot. Precies, precies. Ik moest het voornamelijk hebben van mijn snelheid en mijn vroege voorzet. Ik had geen echte individuele actie. Dus daarin was ik best wel beperkt. Maar ik had een hele goede voorzet en ik hoefde niet altijd mijn man voorbij. Alleen, ja, als je dan Suárez in één keer in je elftal hebt, die zich bij Groningen al bewezen had. Ja. En die met een drive dat veld opkwam. Ja, dat voegde veel meer toe dan dat ik op dat moment kon bieden. Wie was de technisch directeur die destijds ook een beetje over jouw contracten ging? Weet je dat nog? Was Martin van Geel. Ja. Heb je daar altijd goede gesprekken mee gevoerd? Om de technisch directeur van, of de voormalig technisch directeur van Ajax is nu natuurlijk heel veel te doen. Misschien dat. Hoe was dat destijds? Ook de directeur bij Feyenoord, hè? Ja, Martin heeft mij inderdaad daarna nog ook naar Feyenoord gehaald. Ja, ik heb het ervaren als heel prettig. Was naar mij altijd heel open en eerlijk. Heel reëel. Zo ken ik hem ook. Ja, hij komt in de media niet altijd goed vanaf, maar hij is naar mij echt heel correct en duidelijk en goed. En dat vond ik altijd heel prettig. Ja. Hij wordt vaak een beetje inderdaad, en daar zullen wij onder andere ook aan meedoen, en het beeld schetsen van informatie die wij krijgen. Maar hij wordt vaak wel op een bepaalde manier neergezet, ook over zijn tijd bij Ajax. Maar dat idee en gevoel... Maar wordt het bevestigd door spelers die met hem gewerkt hebben? Ook. En geluiden binnen, niet per se spelers, maar andere mensen die met hem te maken hebben. Dus of dat nou mediarelaties zijn of andere bronnen die met hem gewerkt hebben. Dus vanuit de organisatie zelf, waar hij bij zat. Ik heb een heel ander beeld. Ja, jij ook. Ja, ik ook. Ja, ik kan geen slecht woord over hem zeggen. Nee. Ik heb inderdaad mijn eerste en mijn tweede contract bij Ajax onder hem getekend. Na mijn periode bij NEC heeft hij mij naar Feyenoord gehaald. En ook daar kan ik niet anders zeggen dan dat hij heel goed werk heeft geleverd voor mij in persoon. En heel, heel fijn samengewerkt met hem. Nou, misschien komt hij straks nog wel terug, want we gaan natuurlijk zo nog naar Rotterdam. Dan nog heel even kijken naar de huidige selectie. Ja, dit wordt echt misschien wel de meest vervelende vraag. Want ik dacht er zelf over na. Toen dacht ik, ja, wie ga je in godsnaam kiezen? Er zijn natuurlijk heel veel transfers gedaan bij Ajax afgelopen zomer. We hebben ze nu ook weer zien spelen. Wie valt voor jullie echt het meest tegen? Als je er nu eentje... Daar moet ik wel even meteen bij zeggen. Het is best wel vroeg. Ik denk dat je alle jongens ook echt nog tijd moet geven. Mm-hmm. Dat weten jullie als geen ander ook. Als je bij een nieuwe club komt, nieuw land. Je spreekt de taal niet, weet je. Dat kan je niet altijd baseren op de eerste voor maanden. Voor mij is het wel heel makkelijk, hoor. Laat dat duidelijk zijn. Maar als je dan toch nu... Ja, voor mij is het wel makkelijk. Omdat ik daar het meest van verwacht had. En dat is de enige die in mijn optiek... Dat ik dacht, dat is een zekerheidje die je aankoopt. Ja. Dat is Sutalo. Ja. Je zat bijna in zijn fanclub. Kroatisch international. Ja, wat ik van hem gezien had, vond ik hem echt goed. Ik denk, die jongen heeft alles. Lengte, snelheid. Op die beelden kon hij ook best wel gewoon goed inspelen. Ik heb hem ook nog met Zagreb tegen AEK Athene nog gekeken. Geeft hij ook gewoon een steekpaas. Zet iemand voor de keeper. Ja. Dat je echt denkt, en als je hem nu ziet, ja, je gelooft het gewoon niet. Daar moet ik je ook een beetje verdedigen met de fanclub. Want we hebben hem ook nog gezien bij Kroatië tegen Nederland. Nou, prima. Echt een goede speler. Ik heb tegen Spanje zien spelen. Ja. Dus, maar wat is het dan nu dat het niet eruit komt? Nou, ik denk dat een heel belangrijk aspect is, maar dat is dus ook waar jullie mij vooral in moeten aanvullen, is dat als jij de taal niet spreekt, voor het eerst een grote transfer maakt, hè, laat het ook duidelijk zijn, die jongen heeft altijd bij Zagreb, die is nog nooit 20 miljoen waard geweest, spreekt de taal niet,
hele hoge verwachtingen. Het is al een puinhoop in de club zelf. Je speelt met allemaal nieuwe jongens die in dezelfde situatie zitten. Dus die ook de taal niet spreken en ook allemaal voor het eerst een grote transfer hebben gemaakt. Of het nou Avila is, Mansverk, Mikko Tatsen, Akpom. Het zijn allemaal jongens die voor het eerst geld kosten. Mm-hmm. En dan wordt er ook nog eens van jou verwacht dat jij het wel eens even nu neer gaat zetten. Ik denk dat dat soort best wel een giftige cocktail is. Maar veel meer vooral aan... onderscheidt dat niet de echte grote van de gemiddelde spelers? Ja. Als je op dit soort momenten wel je mannetje staat en wel een jezelf een leider toont in zo'n situatie. Nee, zeker. Ja, het was bijzonder knap geweest als het hem zou lukken, maar dat zou wel meteen inderdaad laten zien wat voor hout hij gesneden is. Ja. Dus zeg jij nu eigenlijk dat hij kan sowieso, hij kan denk ik sowieso meer doen. Alleen het is wel veel. Het is wel veel om nu in eentje. Maar denk jij zelf ook niet? Heb jij ook niet het idee dat er maar een heel klein groepje is die... Ik moest ook in een goed elftal zitten om zelf goed te voetballen. Ja, natuurlijk. Nee, ik ben het met je eens namelijk. Maar denk jij niet, hoe groot denk jij dat die groep is? Van spelers die zetten gewoon ergens neer en boem, ze zijn goed. Hoe slecht het elftal ook is. Ja, hebben jullie die meegemaakt? Zijn er weinig van. Hebben jullie die meegemaakt? Iemand waarbij je dacht, zo, die komt nu binnen. En dat is niet normaal. Hij is alsof hij de jaren speelde. Dat je echt dacht, wat een gozer. Ja, maar dan zou het ook in een slecht elftal moeten zijn bijna. Dat je dat gevoel hebt. Maar oké. In een beter draaiend elftal dan. Alsnog relevant. Waarbij je echt meteen dacht, jezus, je hebt de 10 minuten gezien en je dacht, deze gaat... Nou ja, ik had dat wel met Graziano Pelle. Ja. Die kwam eigenlijk een beetje uit het niets bij Feyenoord weer. En eigenlijk vanaf dag 1 zag je van, dat spat een en al klasse en kwaliteit vanaf. Ja. De manier van afwerken tijdens training. En ik denk als je die in wat voor ploeg, dan natuurlijk moet die aanvoer hebben... om tot rendement te komen, onze doelpunten te maken. Maar dat was voor mij wel een speler dat je met in ieder geval... Ja, had wel zijn dingen gewoon... Hij kwam het veld op, imponeerde en hij zette iedereen weg. Technisch ook echt onderschat, hè? Want had... geweldig hoe hij de bal ook zo'n touwtje had. 100 kilo volgens mij, 6% vetpercentage. Het was ook echt gewoon een topatleet. En een jaar daarvoor, toen was jij er net niet... als we het dan over zo'n speler hebben. Gudetti was het ook. Ja. Die kwam eigenlijk in een elftal. We waren helemaal niet goed. En hij kwam als jongen binnen. En hij nam het hele elftal op sleeptouw. Dat was ook ongelooflijk. Wat was zijn grootste klassepunt, zeg maar? Dat je echt, niet normaal. Toch zijn gedrevenheid? Gewoon zijn karakter. Ja. Gewoon het van... Hij zei gewoon dag 1, fucking hell, we gaan winnen. Ja. Zoveel zelfvertrouwen. Ja, gewoon terwijl je denkt, je hebt nog nergens gespeeld. Nee, dit eerste. Ja. Kwam hij tweede van City natuurlijk. Hij liet het zien. Ja. Mooi. Een beter bruggetje is er eigenlijk niet. Want we gaan van Amsterdam. We waren eigenlijk al half in Rotterdam. Maar we gaan nu naar een andere oud-club van jou. Ja. Waar jij flink wat meters hebt gemaakt, volgens mij. Plus 30 wedstrijden. 33 wedstrijden uit mijn hoofd. 3 goaltjes. Daar gaan we misschien zo nog over hebben. Misschien kan je het ondertussen googlen. Ze hielden zich knap staande in Madrid. Tegen Atletico. Ik kijk ook vooral naar jou, Kai. Heb je genoten van die wedstrijd? Hoe heb je daarnaar teruggekeken? Ja, ik vond echt een hele goede wedstrijd. Wie vond je het best? Ik vond Hansko goed. Ik vond Stengs goed. Ik vond Zerouki eigenlijk heel goed. Ja. Die 3. Hartman goed. Ook wel oké. Jij hebt verschillende posities gespeeld. Begon natuurlijk als linksbuiten. Uiteindelijk ook nogal op linksback gespeeld. Volgens mij ook centraal op middenveld op 10. Mm-hmm. Heb je ook allemaal wel gespeeld. Wat was eigenlijk überhaupt je lievelingspositie zelf? Was dat later ook nog steeds linksbuiten? Nee. Wat ik net zei. Ik was echt een... ouderwetse, linksbuiten met snelheid en een vroege voorzet. En dat was voornamelijk in de jeugd. En eigenlijk dat ik naar betaald voetbal ging, voelde ik me comfortabel op het middenveld. En voornamelijk eigenlijk in een controlerende rol, waarin je het spel kon verdelen van links naar rechts. En eigenlijk zorgde voor controle op het middenveld. Daar lag uiteindelijk wel mijn meest comfortabele positie. Ja, een van de grote uitblinkers denk ik van de laatste weken is Quinten Timber. Vond ik ook tegen Atletico bij Vlaag echt alweer heel goed spelen. Hij wordt nu voorzichtig, of eigenlijk niet voorzichtig. Het zijn ook een beetje wilde geruchten. Toch wel in Engeland ook genoemd bij de volledige Engelse top. Waarin het dus geen concrete belangstelling is. Maar waar ze hem dus wel echt monitoren. Wat op zich niet gek is, denk ik. Kijkend naar hoe snel zijn broer zich ook heeft aangepast. En de ontwikkeling die Quinten Timber nu ook doormaakt. Is dat een jongen waarbij jullie denken... Ja, die gaat over een aantal jaar wel... Of misschien al na dit seizoen. De stap maken? Ik denk wel dat hij de potentie in zich heeft. Ja. Niet alleen voetballend, maar ook qua lichaam, het fysieke. Ze hebben zo goed fysiek, hè, die twee. Het is flauw om te zeggen, want het is natuurlijk super logisch, maar ook een beetje hetzelfde natuurlijk daarin. Ja. Dus je weet... Het is zo mooi, het heeft iets moois, heel krachtig, straalt het uit zonder dat het moeite kost. Nee. Dat heeft iets bijzonders, vind ik. En ze zijn natuurlijk niet heel lang.
En nee. Ik denk dat ze het perfecte voorbeeld zijn van dat dat echt niks staan gewoon, maar zeggen. Ze staan daardoor, is dat evenwicht. Ja. Ze staan goed op hun poten. Kort bij de grond, maar ook hun inzicht en hoe ze de situaties inschatten. Hebben ze natuurlijk al lang en breed in de gaten. Zeker ook Jurien, hè, maar ook Quinten nu op het middenveld. Hoe, hij wegdraait. Het is echt heel mooi om te zien. Ja. Zou natuurlijk wel een droom zijn als die dan bij Arsenal terechtkomt, toch? Samen met zijn broer. Misschien ben ik te romantisch, maar dat zou, dat zou ik dan even top vinden. Terug naar, want je zou ook naar linksbacks kijken, denk ik. Heb je ook nog echt wel gespeeld? Ja. Hartman. Koeman wilde van jou een linksback maken, zei ja, toch? Koeman, dat ik mijn contract tekende, was dat aanvankelijk het idee waar ik zelf niet heel erg enthousiast van werd. Waarom niet? Ja, uiteindelijk als je die hele jeugd in de voorhoede speelt. En, denk ik. Nou ja, het is wel, er wordt gauw verteld van joh, je kan leren verdedigen. Ik leren aanvallen en acties maken, dat is lastiger. Mm-hmm. Maar je kan, wat mij altijd verteld is, je kan van een buitenspeler kan je een back maken. Dus dat verdedigen zou ik dan moeten leren. Maar ja, als jij je hele jeugd en eigenlijk je hele leven dat je op dat veld staat, leeft voor assisten, doelpunten en je wordt dan in één keer in de laatste linie neergezet. Dus daar had ik, ik weet niet, stond ik niet heel erg bereidwillig tegenover. Is vervolgens ook niet gebeurd, om wat voor reden dan ook. Maar linksbackpositie, als ik er nu op terugkijk, denk ik ja, als ik inderdaad het gedeelte, het verdedigende aspect had geleerd, en dan je drijf naar voren met inderdaad je voorzetten, met wellicht je standaard situaties waar je kracht ligt. En ik had een goede linker centrale verdediger naast me gehad, die eigenlijk alle dieptepallen pakt, zodat ik kort op mijn ik hoor een hele lekkere luxe situatie. Hij heeft het toch Nagedacht. Ik heb toen destijds met Gio van Bronckhorst, hebben we daar ook over gesproken. En die zei ook van, joh, in mijn tijd bij Barcelona, ik hoefde niet te denken aan verdedigen. Hij was natuurlijk ook geen pure linksback. Nee, en hij zat altijd kort op zijn rechtsbuiten. En als die bal eroverheen ging, dan zat Puyol aan zijn rug. En dan pakte ze de bal op en dan konden ze weer gaan voetballen. Ja. Dan had ik ook wel linksbuiten willen zijn. Baal je er nog wel eens van? Dat je toen niet hebt gezegd van ja, misschien wel. Het is een beetje een Royce en Drenthe verhaal misschien ook wel. Baal je ervan. Ja, goed, weet je maakt op dat moment je keuzes. En het is altijd makkelijk om achteraf daar te zeggen, ja, ik had het anders willen doen. Ja. Je hebt op dat moment je beweegredenen waarom je iets roept of iets zegt en iets doet. Dus nee, spijt heb ik er niet van. Je haalde net Puyol aan. Een van, is een beetje een hele slechte. Maar de linker centrale toen was volgens mij Matthijssen. Bruno Martins-Indy. Ja. In jouw elftal. Congolo zou nog kunnen. Congolo nog op. De Vrij, Klaasie. Graziano Pelle viel net al eventjes. Dat is een beetje die lichting. Van wie van deze gasten? Ja, eigenlijk kwam die net al te sprake. Dus ik weet denk ik het antwoord. Wie maakt het meeste indruk? Is dat dan ook Graziano Pelle? Die was het meest imposant. Maar die waar ik echt van kon genieten was Jordi Klaasie. Ja. Wat maakte hem zo goed? Ik was er echt van onder de indruk dat zoveel ballen die hij had, die speelde hij voorwaarts. Zo zuiver in zijn passing. Kon heel goed lezen waar een bal tussen zou vallen, zodat hij er weer tussen zat om in balbezit te komen. Ik vond hem, en hij kwam dat jaar daarvoor, volgens mij was hij eerst verhuurd aan Excelsior, geloof ik. En dan maak je die stap naar Feyenoord. En eigenlijk vanaf dat moment werd hij gewoon omstreden op het middenveld. Speelde altijd. Speelde mega goed. Het is wel echt stappig gemaakt. Ik heb met hem bij Excelsior gespeeld. En toen werd hij vaak na 60, 70 minuten gewisseld. Ja. En moest hij ook nog wel eens overgeven. Omdat het allemaal... hij moest echt die wennen. Stap maken. En op een gegeven moment maakte hij stap. En was waarvan hij echt, moest hij overgeven? Van spanning of gewoon van het fysieke? Fysieke en spanning, denk ik. Combinatie. Een van jouw trainers was Koeman natuurlijk. Huidige bondscoach. Volgens mij, daar wil ik eigenlijk wel gewoon mee beginnen. Er schijnt dat hij ook een keer naar jou toe is gelopen op een training. Klopt dat? Of een soort dat hij iets vond van jouw trap? Kan je dat herinneren? Ja, dat wilde ik jou voorleggen. Ja. Okay. Ik kan me herinneren dat jij naar mij toe kwam en dat jij zei dat Koeman naar jou was gelopen en dat hij zei van, hey, omdat jullie allebei natuurlijk een goede trap hadden, een goede vrije trap. En dat Koeman zoiets zei, hij wil een soort bond maken of banden. Mm-hmm. En hij zei van, oefen jij ook altijd op vrije trappen na de training? Mm-hmm. En dat jij een soort, een beetje verwaand, arrogant antwoord gaf van, schiet je er gewoon in. Let je toen weg. Klopt dat of niet? Ik kan het me niet meer herinneren. Ik hoop maar, zo dat het waar is gewoon. Alleen nog. Ik kan het niet bevestigen. Dat is een tijd geleden. Dat snap ik heel goed. Wat ik me wel echt goed herinner van die periode. We waren toen op trainingskamp in Emmeloord, geloof ik. Ermelo. Ermelo, zoiets. En ik was met Ruud Vormer vrije trap aan het trainen.
Na de training. En Koeman die kwam erbij en die gaf wat kritiek. En hey, je moet zo doen. En hij legde hem over die muur heen, strak in de kruising. En dan sta je echt met een bek vol tanden. Dus ja. Ik denk van ja, oké, dit is dus het niveau. De beste manier om een speler voor je te winnen? Of in ieder geval respect Nou ja, dat had hij bij mij sowieso al. Ik had eigenlijk van het eerste contactmoment met hem, had ik een gevoel bij hem dat ik dacht van ja, deze trainer gaat me wel echt verder helpen in mijn carrière. Baas, hè? Ja, ik vond hem echt, het was een gentleman. Op het veld vond ik hem super sterk, maar ook erbuiten, people manager. Hij gaf om, tenminste hoe ik het heb beleefd, hij gaf echt om de mensen, niet alleen maar om de voetballer. En wel een compleet plaatje hoe in mijn ogen een trainer zou moeten zijn. Maar het is wel lekker dat je dat als trainer kunt doen. Want hij deed ook een keer bij een corner, toen waren we corners aan het oefenen. En de eerste 2, 3 gingen allemaal slecht. En op een gegeven moment hij fluit en hij legde stil. Hij zegt, als deze godverdomme niet goed gaat, dan doe ik het even voor hoe het moet. En dat is toch een soort, dat kan niet iedereen zeggen. Mourinho kan dat niet op die manier doen. Ik moest meteen aan Mourinho denken. Ja, en dan is het toch wel even een moment dat je als spelersgroep denkt van, wat anders. Ja. Won hij die groep dan ook heel makkelijk voor zich? Ja. Het was geen hele makkelijke groep was het volgens mij. Ja, maar nou, ook veel talent op zich. Dus dat is dan het was zo makkelijk voor hem volgens mij. Want iedereen had wel zoiets van, dit is gewoon een grootheid waar we naar luisteren. Ja. En we hadden ook niet zoveel, spelers hadden niet zo heel veel gepresteerd daar. Dus het was niet van, hij moet werken met iemand die al een Champions League heeft gewonnen. Of wat Nee, totaal niet. Dan, volgens mij, net kwam het een beetje Ajax of Feyenoord. Wat is volgens jou, want je hebt bij beide natuurlijk meegedraaid. Ja, dat wilde ik nog wel even onderbouwen. Je hebt uiteindelijk koosje voor? Voor Ajax, ja. Het is goed om die te onderbouwen. Dat is echt puur gerelateerd aan hoe de situatie nu in Amsterdam is. Het is enerzijds, is het leuk voor de competitie. Hè? De afgelopen jaren was het 9 van de 10 keer. Ajax die wordt kampioen en noem maar op. Alleen als ik ze nu zo zie en er is zoveel onrust binnen de club en ik heb er zelf 10 jaar lang rondgelopen, ja, dan vind ik dat niet leuk om te zien. Tegelijkertijd vind ik het super mooi om te zien dat Feyenoord zo goed gaat. Maar ik kan in die zin niet kiezen dus tussen die twee clubs. Ik heb mijn jeugd doorgebracht bij Ajax, waar ik echt een fantastische tijd heb gehad. Ik heb daarna een stap gemaakt naar Feyenoord, waar mijn familie supporter was van Feyenoord. Mijn moeder komt uit Rotterdam en Die vraag beantwoorden, die is zo lastig voor mij. Ik heb echt bij beide clubs heb ik gewoon een heel fijn gevoel. En het is niet dat ik één club echt support. Ja. Maar het is nu in deze situatie, nu je me deze vraag op dit moment stelt, denk ik, ja, dan ga ik voor Ajax. Want ik zou graag willen dat het goed met ze gaat. Zodat die competitiestrijd tussen die twee, inclusief PSV met z'n drieën, dat gewoon echt een mooie kampioenstrijd wordt. En dat is op dit moment ziet dat er niet zo naar uit dat zij mee gaan strijden om het kampioenschap. Nee. Wat is voor jou heel kort het verschil tussen die twee clubs? Ik kan me herinneren dat jij zei, omdat Ajax heeft natuurlijk, wij zijn Ajax, wij zijn de beste. Ja. En jij komt daar vanuit jongs af aan in de jeugd. En dan, ik kan me herinneren dat jij zei, ik had het helemaal niet door, totdat ik er van buiten naar ging kijken. Precies, ja. Is dat het verschil tussen het soort van, je wordt goed begrijpen? Nou ja, je wordt op die manier, word je daar opgeleid. Borst vooruit, kin omhoog. En inderdaad, het erin geloven, wij zijn Ajax, wij zijn de beste. En daar ga je zelf op een gegeven moment ook echt in geloven. En daar ga je dus ook naar gedragen. Totdat ik in één keer uit die club stap en je gaat naar NEC en je ziet het in één keer van de buitenkant. En dan denk je, jezus, ja, komt inderdaad wel arrogant over. Maar zelf heb je dat nooit zo beleefd. Ja. En dat is jouw wereld. En nogmaals, zo word je daar opgevoed. Ja. Dus ja, dat is op het moment dat je erin zit, beleef je het echt zo anders dan dat je het van de buitenkant ziet. Ja. Het is een hele andere wereld. Zijn er nog dingen, echt grote verschillen tussen die twee clubs? Jij kan dat denk ik als geen ander beantwoorden. Ik vond bij Ajax was het voornamelijk een en al gericht op het presteren. Het opleiden van spelers, het halen van Ajax 1 en vervolgens dag in dag uit. En elk seizoen moest je kampioen worden, noem maar op. En bij Feyenoord, dat ik binnenkwam, voelde het echt als een soort van familieclub. Je kreeg echt een band met elkaar, maar ook met mensen op kantoor. Daar waar ik bij Ajax eigenlijk nooit op kantoor kwam. En ik wist toevallig welke vrouw de leaseauto's regelde. Maar voor de rest, als ik iets over mijn loonstrookje wilde weten, dan had ik geen flauw idee bij wie ik terecht moest. Nee. En bij Feyenoord was dat meer luchtiger of zo. Ja, een beetje familiair. En, ja, dat was Bahamen, volgens mij. Was het wat warmer? Ik kan het niet vergelijken met Ajax, maar het is inderdaad bij Feyenoord wel gewoon, dat was wel heel familiair inderdaad. Ja.
Dan wil ik nog één Feyenoord even uitlichten. Ik denk dat jullie je handen ook wel vol zouden hebben nu aan hem. In ieder geval jij ook als oud centraal nog steeds. Gaat dan bijna iedereen Santiago Jiménez. Hij sprak zelf in ieder geval uit. We hebben hem vorige week even behandeld dat hij wel graag bij Real Madrid zou spelen. Nou, dat vind ik ook helemaal niet zo'n hele gekke uitspraak. Ik denk dat dat voor iedereen in deze ruimte ook wel geldt in ieder geval. Denken jullie dat hij het in zich heeft? Ik vind Madrid wel hoog gegrepen. Ik bedoel, je verwacht daar het niveau Benzema. Om nou te zeggen dat hij meteen Benzema is. Dan, ik zou hem eerst, waar we het vorige keer over hadden, net even eronder willen zien. En als hij er dan weer 20 plus in maakt, inschiet, 2-3 seizoenen lang, dan zou ik pas aan Real Madrid denken. Mm-hmm. Ja. Ja, dat zou denk ik ook een hele logische route zijn. Ik denk dat hij in potentie, ik durf het wel te zeggen hoor. Kijk, als je iedereen gaat vergelijken met Benzema, wordt het voor heel veel spitsen een lastig verhaal, denk ik, de komende jaren. Is wel logisch. Dat is wel wat je wil, toch? Ik bedoel, Madrid is bezig met Mbappé. Ja, lijkt die mij kan ook wel aardig ballen inderdaad. Ja, dus heb je wel een punt. Als Jiménez ook nog echt pure snelheid had gehad, dan had ik denk ik direct gezegd ja. En als je nu kijkt naar, als je dat is net nog wat er een beetje aan ontbreekt, denk staat ik. Hij in de top 10 beste spitsen echt gewoon van dit moment? Ik denk het niet. Denk jij? Kane, Lewandowski, Mbappé, Haaland, Højlund. Je denkt dat je, ja. De vraag is, kan je het vergelijken met die competities waar die jongens die jij nu opnoemt? Ik bedoel, is hij dan nu beter dan Giroud, bijvoorbeeld? Dat kunnen we toch niet. Dat kunnen we niet zeggen, vind ik. Nee, nou ja, dat zou ook wel zo zijn. Snap je? Als hij daar nu al zou zijn. Het is natuurlijk ook, je kan dat nooit zeggen, denk ik, van iemand die alleen maar het bij Feyenoord heeft laten zien. Dat is ook een beetje het ding. Dus misschien is hij het wel, maar dat kan je gewoon niet zeggen. De kans is wel heel groot dat we hem volgend seizoen kunnen gaan beoordelen op een ander niveau. Dus dan kom ik nog wel even een keertje bij terug met de vraag. Van Amsterdam en Rotterdam gaan we langzaam ook een beetje de stap maken naar het buitenland. Eigenlijk jouw carrière loopt hier ook een beetje als rode draad door de show. En daar zullen we zo nog wat dieper op in gaan zoomen. We beginnen ook eigenlijk in 2005. Maar corrigeer me als ik ernaast zit qua jaargetal. Okay. Chelsea. Ja. Klopt het dat je toen destijds, er was in ieder geval interesse voor jou vanuit Engeland. Volgens mij ook van Chelsea. Volgens mij ook Arsenal, of niet? Van Chelsea weet ik dat het echt concreet was. Ja. Is dat uiteindelijk, waarop is dat uiteindelijk toen niet doorgaan? Omdat ik er eigenlijk vanaf moment 1 dat die interesse bekend werd, niet voor open stond. Je zei ook heel stellig net van, heb je daar spijt van? Nee. Ja, Frank Arnezen was toen de man bij Chelsea. Frank Arnezen was toen inderdaad, wat was hij, hoofdjeugdopleiding? Technisch directeur of wat dan ook. Ja, had daar in ieder geval had het voor het zeggen daar. Wij hadden toen een WK gespeeld in Peru. Met, onder 17. Onder 17 en dat ging me goed af. Dus bij terugkomst thuis belde eigenlijk gelijk de zaakbenemer op van, joh, er ligt een bod van Chelsea. Eerlijk gezegd, ik heb hem niet eens gezien. Want het was bij mij gelijk van, nee, ik had één doel en dat was bij Ajax 1 terechtkomen. En je bent pas 16. Ja. Had je nog een jeugdcontract? Ik had toen helemaal nog geen contract. Ah. Dus je weet niet eens wat dat je daar 2 ton kon verdienen? Nee. Zeg maar. Nee. Ik heb echt geen flauw idee. En nogmaals, dat ik dat bericht kreeg, dat was gelijk, nee, ik wil gewoon bij Ajax blijven. En natuurlijk hebben we toen tijdens de onderhandeling met Ajax dat gebruikt als troef. Ja. Maar nee, ik had één doel waarvoor ik in de opleiding bij Ajax zat. En dat was Ajax 1 bereiken. Bijzonder. Dat hoor je nu heel weinig meer. En dat snap ik ook wel. Het is heel lastig om zo sterk Ik ben ook wel een familieman en ik hecht daar heel veel waarde aan. En je zit in een veilige omgeving, je woont thuis. En als je ziet wat voor stap je dan maakt naar het buitenland, gaan je ouders mee? Ik heb ook een broer en zus. Wat gaan die doen? Gaat er één ouder mee? Je ziet je vrienden niet meer. Je leven verandert compleet. Ja, ik word veel meer bij kijken dan wat bijvoorbeeld iemand als ik daarbij nadenken. Het klinkt heel makkelijk. Van we gaan naar Londen toe en je gaat daar voetballen. Maar nee, op dat moment zag ik het niet zitten. Uiteindelijk kwam er alsnog een move naar het buitenland. Je eerste move was toch wel een verrassend land. India. Ja. Altijd willen spelen. Poon City. De posters hingen boven je bed natuurlijk. Je was bijna rond met Middlesbrough, vertelde je. Hè? Ja, daar hadden we het net even kort over. Ik was. Was dat toen nog Premier League? Nee, Championship. Ja, dat was 2014. Ik was in de zomer toen ontbonden bij Feyenoord. Kort daarna 3 dagen meegetraind bij Middlesbrough. Onder de trainer Carranca, die Spaanse trainer. Madrid. Oud Madrid-legende. Ja, ging heel goed. Was super tevreden. En lang verhaal kort. We zouden het tekenmoment over het weekend heen tillen.
En in het weekend raakte een speler geblesseerd. En mijn budget werd gebruikt voor een nieuwe verdediger. En krijg je het bericht op zondagmiddag van ja, aanbieding wordt ingetrokken. En dan zit je thuis. Ja, dat is heel zuur. Ja, op dat moment is dat wel een klap die je moet verwerken, ja. En toen was dat eerste week september was dat. Ja, en dan zit je te denken, wat nu? Veel clubs die hebben een selectie rond. Balletje Roldo en alle competities. Ja, de competities waren al bezig. Je denkt waarschijnlijk ook van op vrijdag, als je niet zo moeilijk had gedaan om een paar extra vliegtickets of exact, €100 voor de weet ik veel wat erbij. Aanbieding ligt op tafel. En was het een done deal geweest? Ja. Mooi om in de term te blijven. En toch, ja, achteraf kan je altijd zeggen, ja, had ik maar. En op dat moment doe je hetgeen. Ja, weet je, dus dat is... Ja, goed, het is gebeurd. Maar dat had er wel mee te maken dat ik uiteindelijk naar India ging in oktober. Ik kreeg toen een aanbieding. En dat was voor 3 maanden. Het was oktober, november, december. Het was niet een heel seizoen. Het was echt een korte competitie. Of een toernooivorm die ze hadden vormgegeven daar. Power League, hè? Ja. Heel kort, sterren halen. Precies, League, precies. Ja. Het was zelfs vooral... Zelfs nog Kai Ramstein hebben ze toen gebeld. Kan je nagaan. Ja. Nee, dat was in die zin. En daar hoeven we geen doekjes om te winnen. Het was financieel super aantrekkelijk. Voor de poen. En anderzijds, het was een hele mooie overbrugging tot aan de winterperiode. Ja. Dat die markt weer open was en dat clubs wellicht op zoek gingen naar versterking. Was het vergelijkbaar met je contract bij Feyenoord? Per saldo, als ik hem vergelijk met 3 maanden of 12 maanden, dan verdiende ik meer in India. Ja, bizar. Ja. Dat zegt genoeg natuurlijk. Je stond op het veld. Echt wel, misschien voor de jongere luister gaan kijken. Die heeft misschien geen idee. En dat is hartstikke pijnlijk. David Trezeguet. Ja. Toch? Die stond daar gewoon de balletjes ook binnen te koppen die jij voor gaf. Ja, hij trainde niet heel veel meer, moet ik zeggen. Zeker niet in India, snap ik op zich ook. Ja, hij dacht, joh, hij was denk ik ook al 38 of ja, zo. Ja, hij was... Was hij nog goed? Nee. Nee. Ik bedoel, je zag wel dat hij... Iets kon. Hij kon nog wel iets. Nee, het was 1,5 voor de naam. Ja. En hij heeft regelmatig een training geskipt en hij gelooft het allemaal wel. Tijdens de wedstrijden dan zet hij zich wel echt volledig in en was het nog wel prima. Maar het zou me niets verbazen als hij niet eens een doelpunt heeft gemaakt. Nee, dat zouden we op moeten zoeken, maar het staat me niet bij in ieder geval. Een andere persoonlijke favoriet, ik weet niet wat jij ervan hebt meegekregen, maar ik is een jongen die natuurlijk als een van de grootste talenten van Engeland misschien wel te boek stond. Toen hij zijn debuut mocht maken voor Arsenal, was hij die nacht daarvoor zo dronken geweest dat hij om 6 uur 's ochtends nog McDonald's ontbeten. Toen speelde hij daarna zijn debuut voor Arsenal, maakte hij een hat-trick. Hij zag helemaal niet aankomen dat hij ging debuteren. Ja. Ik heb het over Jermaine Pennant. Daarna ging hij nog naar Birmingham en is hij nog best wel echt is wel het een goede advies voor jonge spelers dan get wasted. McDonald's. Of wedstrijd dan? Nee, ik denk niet dat hij echt een goed voorbeeld is. Want daarna was hij volgens mij ook nog de eerste Premier League speler ooit met een enkelbandje om op het veld tijdens wedstrijden. En heeft hij ook heel veel dingen gedaan waar zeker de Engelse pers van smulde. Maar die niet echt bevorderlijk zijn voor je voetbalcarrière. Ja. Het was nogal een wilde bras. Heb je daar iets van meegekregen toen in India? Was hij daar ook wel... Hij was daar vrij rustig. Al konden we ook niet heel veel, denk ik. Nee, we zaten wel vaak aan tafel met de Europese spelers, zeg maar. Waar je dan je ontbijt en je lunch doet. Maar hij oogde op mij heel rustig. Ja. Natuurlijk wist ik ook destijds wel de verhalen van hem. Ja. Maar die... Ik heb hem niet een beetje uitgelogd. Nee. Soms denk je daar nog wel eens aan terug. Dat je denkt, van, ik had eigenlijk misschien meer vragen moeten stellen. Ja. Maar ja, je zit er ook een beetje als... tussen haakjes grote speler uit Europa. En dan denk je, ja, dan zit je met Pennant en met David zit je aan tafel. En dan ga je ook ineens gedragen alsof je gaat net zo... Gaat niet de fanboy uit. Nee, dat is ook een beetje knullig, toch? Ja. Zijn er gasten uit jullie carrière die... Kijk, dit is in mijn optiek wel zo'n bad boy in het voetbal geweest. Helemaal als je zijn boek leest, Mental, waarin hij het alleen maar eigenlijk over trio's heeft. Het dronken rijden, weet ik veel wat hij allemaal gedaan heeft. Mocht je nog een keer een uurtje hebben, Kai, zou ik hem je aanraden om te lezen. Goed boek. Een van de weinige boeken die ik kan volgen in ieder geval. zijn er gasten waarmee jullie gespeeld hebben? Jezus, die was volgens mij, ik wil niet zeggen niet goed, maar gewoon, was in ieder geval gezellig. Laten we het zo omschrijven. Die had mooie verhalen, zeg maar. Iemand die daaruit springt. Je hebt bij NEC natuurlijk ook nog... ik wil niet Pothuizen nu met Jermaine Pennant gaan vergelijken, maar dat nee. is iemand die mooie verhalen... Nee, ik heb niet eentje dat ik denk van, die was echt knettergek. Degene die waar ik echt vermakelijk om gelachen heb, was Tom Beugelsdijk. Maar ja, goed, dat is denk ik wel algemeen bekend. Ja. Als je zo'n jongen in je kleedkamer hebt. En echt een fantastisch hart en fantastische kerel. Maar ja, die kwam ook wel eens op een training dat je dacht van... Nou, je hebt hem doorgehaald. Of je hebt ergens onder een brug gelegen. Maar je hebt niet in bed gelegen vannacht.
Maar dat was ook wel het mooie. En dat was van Pothuis ook. Die kon ook wel eens gewoon een nacht doorhalen. En dan ging ze wel weer door het geluid, of niet? Maar die ging het veld op 's ochtends. Ja. En die was gewoon de beste op de training. Ja. Dat je denkt van ja, daar heb ik wel respect voor. En tuurlijk, je kan het niet goed praten. Maar uiteindelijk levert hij wel. Ja. Ik kan er weinig van zeggen, denk ik. Ik doe het hem niet na. Nee. Als ik een nachtje doorhaal, dan moet ik 3 dagen herstellen. Dus, ja, ik ben net zo'n poesie. Dus ik ga er ook helemaal... Ik ga echt geen grote uitspraken hier doen. Het is echt ongelooflijk. Misschien vroeger, maar inmiddels... Moet jij nog aan iemand denken zelf? Maar sowieso ook die Haagse jongens die we dan bij Feyenoord hebben meegemaakt. Voor Hoek en Immers. Die hadden altijd wel gewoon mooie humor en mooie verhalen. Niet zozeer, ze stonden zeker niet. Ik wil ze niet beschuldigen van dat ze dronken op het veld stonden. Nee, laat maar het waren echt wel gewoon, gewoon wel gangmakers op een andere manier. Die je denk ik niet zo snel bij de wat grotere clubs... normaal gesproken tegenkomt. Mm-hmm. Dat is in ieder geval mijn ervaring. Ja. Mijn ervaring is een beetje hoe lager je speelt, hoe hoe gezelliger het wordt. Niet dat het dan niet gezellig is bij grote kust, maar daar is het toch wel het is anders. Gewoon serieus. En er zijn, weet je, Suarez, als jij met hem gespeeld hebt, die is gewoon bezig met ik wil naar Liverpool. Ja. En weet je wel, en die andere jongens zijn dan, daar kan nog echt ouderwets mee gelachen worden. Ja. Uiteindelijk ging je via Roemenië naar de MLS. Ja. Mooi club, Chicago Fire. Speelde je met iemand die flink ruzie had met Louis van Gaal, Bastian Schweinsteiger. Ja. Ik ben een beetje bang voor hetzelfde scenario als wat je net over Trezeguet vertelde. Was hij nog, hoe was hij nog? Nee, dat was niet hetzelfde? Dat is een hele, heel ander verhaal. Ja? Ja. Kijk, hij kwam in mijn tweede jaar, waarbij ik vervolgens geblesseerd raakte in de eerste wedstrijd van dat seizoen. Maar die man die was nog zo goed. En er staat me nog bij dat we op een gegeven moment hadden een wedstrijd en stond 0-0 met rust. En als je geblesseerd was, dan was je wel constant bij het elftal. Dus ook gewoon tijdens de rust zat je in de kleedkamer en dan kreeg je mee wat er besproken werd, et cetera, et cetera. En op een gegeven moment, die trainer die legt uit van, nou, wat moet er dan beter? En Basti die staat ineens op en zegt, trainer, joh, mag ik even? En die begint te schuiven op het bord en dingen uit te leggen. Ja, die wedstrijd die kantelde volledig en we wonnen hem. En die was tactisch zo gigantisch sterk. Die wist, dat had ik altijd tijdens mijn carrière. Als je op de bank zat of je zat op de tribune en je zag, je keek de wedstrijd, dacht je, oh, het ligt hier, we moeten dit anders doen. Maar zodra je op het veld stond, veel moeilijker. Dan had je het idee dat je op een snelweg stond en er kwam alles langs je heen en dan zag je het overzicht niet meer. Die man, die zag gewoon alles. En die wist precies van, oké, keeper, die heeft de bal, we gaan opbouwen, speel maar in, hup. En dan zet ik, mijn centrale zet ik zo weg, mijn back zet ik zo weg. En ja, die zette dat hele elftal naar zijn hand. Maar los daarvan, van dus de kwaliteit die hij had, nog steeds die motivatie om te leveren. Constant veel trainen en behandelen en op een topprof. Ja. Echt een jaar, ik heb hem dan een beetje van de afstand gezien, omdat ik nooit met hem heb gevoetbald, wedstrijden. Maar genot om mee te werken, om naar te kijken überhaupt hoe hij die sport beleeft. Het zijn denk ik, in mijn optiek, maar heel weinig. Daar heb je echt over de allergrootste spelers die op die manier voor de sport leven. Ja, beste middenvelder waarmee je ooit hebt gestaan op het veld, denk je? Ja, dat is hij wel, ja. Ja? Ja. Ja. Ja, ik ga hem ook aan jou vragen. Ja, kom ik niet met die naam. Ja. Nou, hoewel, ik heb ook, ik vond, ik denk dat het dan Wijnaldum is. Ja, ook geen misselijke. Zeker niet. Helemaal niks mis mee. Je hebt een veel verschrikkelijk goede speler. Ik doe nou net alsof ik dat niet, maar... Nee, ik wou net zeggen, hartstikke goede speler. Nee, je hebt veel ervaring toch nog wel opgedaan in het buitenland. Nou, Roemenië viel het ook al eventjes. Wat was jouw gekste ervaring daar? In het buitenland? Ja. Je hebt in Roemenië bijvoorbeeld heel veel clubs of trainers gehad. Ja, Roemenië. Ik heb in Roemenië 5 maanden gezeten. En ik geloof 4 trainers gehad. Ja. Ik wilde namelijk, ik kon het niet bijhouden wie jouw trainer was. Dus ik dacht letterlijk staan, weet je wel, september en de volgende maand weer een nieuwe. Ja. Maar dat was dus echt zo. Het was echt... Ja. Het was een beetje een gestuurde vraag nu eigenlijk van me. Als ik aan jou vraag, wat was je gekste ervaring in het buitenland? Mijn gekste ervaring, jezus. Nou, gekste ervaring is denk ik dat ik uiteindelijk in het ziekenhuis ben beland in India. Vanwege een blessure. Hmm. Dan merk je dat je in een derde wereldland zit. Toen hebben ze je been geamputeerd, of wat? Je kwam al binnen schrompelen. Ik wou er niet naar vragen. Ik denk, ja, het kan gevoelig liggen, maar... Nee, dat is... dat is wel je ergste ervaring. Dat je uiteindelijk op een brancard ook een vliegtuig in moet... om weer terug te gaan naar het hotel waar bij Pune City, zeg maar, waar wij verbleven. Ik raakte in een uitwedstrijd zwaar geblesseerd aan mijn rug. En moest in een corset en in het ziekenhuis overnachten. En vervolgens terug naar het hotel. En
goed, een gigantisch verhaal. Maar dat is eigenlijk het meest bizarre wat ik als persoon heb meegemaakt. Maar in Roemenië heb ik overigens een hele mooie tijd gehad. Maar dat je inderdaad elke maand een nieuwe trainer hebt. Ja, dat is krankzinnig voor woorden. Ja. Dat is echt. En er waren ook transfervrije spelers die kwamen en weer weggingen. En dan werd er een weer niet betaald en die kwam weer niet opdagen. En het was één grote puinhoop. Ja. Maar goed, het was voor mij een overbrugging naar weer die winter. Omdat er al contact lag met Chicago Fire. Alleen die konden op dat moment niks doen. Dus ik moest tot de winter wachten. En ik had met George Ogararu bij Ajax gespeeld. En die had wat ingangen via die club. Dus ik kon daar gewoon prima contract tekenen met een clausule dat ik in de winter gratis naar Chicago kon. Nou, zo zeg, zo gedaan. En ideal. Ik heb daar in die paar maanden tijd heb ik geloof ik 18 wedstrijden gespeeld. En ik heb me redelijk gedistanceerd van al die gekkigheid die daar gebeurde. Mm-hmm. Ik deed mijn ding en ik trainde en ik speelde mijn wedstrijd. En mooie stad overigens. Hele mooie stad. Ja, echt een fantastische stad. Aanrader om in de zomer naartoe te gaan. Hoe heette die stad? Dan kunnen mensen Boekarest. Oh jee, Boekarest. Ik dacht nou komt er een... Want Voluntari. En dat is, moet je eigenlijk zien als Amsterdam en Diemen. Het was een onderdeel van Boekarest. Maar ik woonde daar gewoon op een compound met zwembaden buiten. Zou je in Pennant ook een mooie stad hebben gevonden? Ik denk dat je goed kon uitgaan daar. Ja. Ik dacht ook nu komt er echt een stad die niet... Boekarest. Gewoon heel... Het is echt... Je wist niet dat het daar... Nee, daarom. Je hebt veel, toch echt wel veel mee gemaakt. Bij dan zijn er uiteindelijk net veel Middlesbrough al even. Zijn er nog andere deals die uiteindelijk niet door zijn gegaan? Of je denkt, oh man, kijk, het is makkelijk, het is balen achteraf. Maar ja. Zijn er nog clubs waarmee je wel gesprek hebt gehad waarvan je dacht, oh jammer dat dat eigenlijk niet doorgepakt is? Nee. Nee, dus Middlesbrough was de grootste. En nadat ik bij Middlesbrough niet doorging, ben ik nog heel even bij Millwall geweest. Oh ja. Club Ian Holloway, volgens mij die trainer. Ja. Ik ben er toevallig vorige week geweest bij Millwall. Oh, ja, in het stadion. En dat is wel... De Den, toch? Ja, de Den. Ja. Dus dat is een fantastische plek. Ja. Een fantastische sfeer. En echt een hele mooie club. Natuurlijk ook van oudsher. Iedereen kent het natuurlijk ook van die films. Die hooligan films. Ja. Zou ik misschien nog wel jammerder vinden dan Middlesbrough? Ja, ik voelde er dus helemaal niks bij. Ben je er wel geweest? Ik ben er geweest. Ik heb 3 dagen meegetraind. Nee, ik zeg het fout. Ik zou 3 dagen meetrainen. Ik ben de 2e dag naar huis gegaan. Nee, ik kon het. Ik paste daar totaal niet. Het is natuurlijk. Was dat nou? Het was dat super oude kick and rush. Er zat nul voetbal in. Het zegt ook veel over mij dat ik dit natuurlijk leuk vind. Hè? Nee, maar het is toch een manier van voetbal waar je van houdt of niet. Het is gewoon een stijl. Je komt bij Feyenoord vandaan waar relatief verzorgd voetbal wordt gespeeld. En dan kom je in één keer bij... Relatief verzorgd ook. Nee, maar toch? Ja, zeker. Nou, destijds. Je gaat niet vergelijken mee. Met nee, nu. Nee, exact. Precies. Ja. Dus dus stond daar een boom van een kerel achterin, centraal. En dat was alleen maar alle ballen naar voren. En ik stond in die training. Ik dacht, hier ga ik niet gelukkig van worden. Weet je? En klassieke pijn in mijn nek verhaal als je op middenveld staat. En sterker nog, ik ga aan dit voetbal ga ik niet eens iets kunnen toevoegen. Nee. Uiteindelijk trok jij zelf de stekker er dus uit. Ja, toen ben ik weggegaan. Dat is eigenlijk de enige die daar niet door is gegaan. Oké. Okay. Ja. Vanuit hier gaan we nog even naar het volgende topic. Misschien wel voor jou de leukste eigenlijk. Je hebt natuurlijk veel ervaring opgedaan in het buitenland. Uiteindelijk heb je je carrière afgesloten bij ADO Den Haag. Je kreeg net ook al een stelling voorgelegd. Ja. Welke carrière je eigenlijk leuker vond tijdens als profvoetballer of nu? Mm-hmm. Want eigenlijk begon nu misschien wel het echte, misschien nog belangrijkere leven na je carrière wel. Ja. Je bent niet zo heel lang geleden gestopt. Mm-hmm. Hoe is dat nu? Hoe val je dan in een gat als je dan... Nee, ik ben niet in een gat gevallen. Ik heb het laatste jaar bij Den Haag eigenlijk het voetbal gecombineerd met het ondernemen. Ja. En was achteraf niet de meest ideale situatie, omdat je gewoon volledig moet focussen op voetbal. En ik ging 's ochtends trainen en 's middags dan ging ik naar kantoor en dan ging ik daar mijn ding doen. Alleen ik merkte wel dat mijn carrière richting het einde ging en ik haalde er minder plezier uit. En natuurlijk had ook te maken met corona, met het lege stadions. Situatie binnen de club was in 3 jaar tijd volledig omgedraaid. Er was veel onrust binnen de club. En dat heeft uiteindelijk het toe doen leiden dat ik toen in december zoiets had van... Ja, maar dit gaat voor mij niet meer werken. Dat laatste half jaar laat lekker zitten. Ik zet er een punt achter.
En ik ga door met de onderneming die ik ben gestart. Ja, vertel daar eens iets meer over. Ja, want wat View is dat Sports? Precies? Ja, View Sports is, wij helpen sporters, mijn oud collega's op gebied van financiën, in de breedste zin van het woord. Met het uiteindelijke doel is op elk gewenst moment in het leven voldoende geld hebben, zodat je het leven kan leiden dat je wilt. En niet afhankelijk bent van geld. Ik heb tijdens mijn carrière daarin eigenlijk nooit hulp of advies gehad. Ik heb altijd wel gespaard. Maar op dat moment liet ik al zoveel mogelijkheden liggen. En je gaat relatief snel leven naar de inkomsten die je hebt. En tijdens die blessure 2017 in Amerika. Ga je meer naar je financiën kijken. Er werd mij toe verteld van joh, pijnvrij lopen is het maximale. Voetbal is echt een no-go. Kan je uit je hoofd voor zetten. Voor jouw eigen carrière. Dat werd tegen mij gezegd toen vanuit de dokter. Dus dat is wel even dan een moment dat je denkt van oké, ik ben nu 29. Reality check. Ik had gedacht tot mijn 35e door te gaan. Dus het eerste wat je gaat doen is oké, hoe sta ik er financieel voor? Uiteindelijk ben je een financieel planner terechtgekomen. En toen ging er op financieel gebied voor mij een wereld open. Dat ik dacht van ja, maar hoe kan het zijn dat ik nu op mijn 29e dit pas hoor, terwijl ik op mijn 16e al mijn eerste contract teken. Ja. Dan had er gelijk iemand gewoon naast mij moeten staan, mee moeten kijken en met tips en tricks moeten leren. Om vervolgens het maximale uit je financiën te halen. Die voortvloeien uit je sportieve carrière. Nou, dat is dus nooit gebeurd. Vind je het een gemis voor zaakwaarnemers? Ja. Ja, vind ik een gemis. Je hoort vaak genoeg dat zaakwaarnemers roepen van joh, we begeleiden ze van A tot Z. Ja, precies dit. Ik denk dat elke zaakwaarnemer trek het uit elkaar, is er een handjevol die dat dus daadwerkelijk doet. Er zijn genoeg zaakwaarnemers die gewoon zeggen joh, ik breng het van A naar B en voor de rest doe ik het niet. Nee. Ik ga me er niet mee bezighouden. Ik word betaald voor het leveren van een deal en dat is wat ik doe. Ja. Ja, in mijn optiek moet je als begeleider het totaalplaatje proberen aan te bieden in ieder geval. Daar waar dat in mijn optiek niet vaak genoeg gebeurt. Eigenlijk ben je zelf het goede voorbeeld van wat je nu dus die learnings mee kan nemen. En dan nu spelers exact, juist heel exact. Goed kan helpen. En het is in die zin, ik heb er even goed aan overgehouden aan mijn carrière. Alleen ik had het nog veel beter kunnen doen. En ik vind het belangrijk dat voornamelijk jonge jongens al in de jeugdopleiding, die wellicht hun eerste jeugdcontractje tekenen, die moet je een bepaalde educatie geven. Dat ze weten wat houdt geld in, wat komt erbij kijken, de druk die je van buitenaf ervaart. Hoe ga je zelf met je geld om? Wat zijn de mogelijkheden met geld? Het zijn gek genoeg ook geen dingen die je echt op school krijgt. Hè? Daar hebben wij het zo vaak over. Als je kijkt naar economie, je hebt het over micro-economie. Hoe werkt alles? Maar heb je het over persoonlijke financiën? Nee. Inflatie moet je weten. En dan, precies, maar hoe moet je budgetteren? Zeg maar. Hoe moet je verder kijken qua mogelijkheden? Dit wordt gewoon niet bij geholpen. Nee. En ook al hele simpele dingen als je belastingaangifte doen overigens. Dat soort dingetjes. Ja. Herken jij dit ook natuurlijk? Ja, herken ik zeker. Ja. En ik heb denk ik ook, en jij dan ook. Jij was misschien iets meer, je had sowieso betere contracten en was wat meer van de auto's, waardoor je misschien wat meer uitgeeft. Ja. Ik heb gewoon het geluk dat ik inderdaad verstandige ouders had en ik zelf best wel een spaarder was. Mm-hmm. Dat is echt een geluk, hè? Zeker ook want als je goed kan voetballen. Anders dan, je gaat er gewoon namelijk mee, want je ziet wel om je heen, die heeft een auto. En er wordt toch een zaadje plant van, ja, het is wel lekker zo'n auto. Ja, exact. En je ziet een horloge. En ik kan me nog herinneren, de allereerste keer zat ik aan tafel en ging het om horloges. En ik was 17 of weet ik wat. En ik wist niet dat het bestond. Ik wist niet dat er horloges waren van 10.000 euro. En daar ging het dan over. En toen dacht ik ineens, wow. En toen had ik nog een heel klein contract. Dus ik dacht ook, ja, dan moet ik mijn hele jaar salaris in dat horloge stoppen. Maar dat zijn wel dingen dat je ineens, en toch, naarmate het voordat denk je, ja, is toch wel leuk zo'n steeds dichterbij. Ja, ja. En hoe vaker je het ziet, hoe meer het ook een realistisch beeld natuurlijk wordt van, hey, ik moet dat hebben of het lijkt me interessant. Ja. Jij begeleidt nu hoeveel spelers? Ja, we zitten net onder de 50 spelers. Zijn het allemaal voetballers? Je zei sporters? Nee, ze zijn niet allemaal voetballers. Sterker nog, ze zijn ook gedeeltelijk ondernemers zelfs. Okay. Het is best wel grappig dat wij we zijn opgericht in december 2020. 21 heb ik dus gecombineerd met het voetbal. En eigenlijk vanaf januari 22 echt fulltime op kantoor. En eigenlijk vooral in 22 kregen we best wel veel vragen van jonge ondernemers. Van joh, ik lees jullie verhaal, et cetera, et cetera. Met wat voor vraagstukken jij destijds zat. Met wat voor emoties je te maken had.
ik ervaar eigenlijk precies hetzelfde. Kan je ook ondernemers helpen? En het grappige is, mijn compagnon die heeft ook zijn eigen bedrijf nog, die al 8 jaar runt. En die helpt dus heel veel ondernemers. Dus voor ons was eigenlijk die stap naar, oké, ja, we gaan gewoon de jonge ondernemers, die gaan we er ook bij helpen. Enerzijds natuurlijk gewoon goed voor je bedrijf. Anderzijds, ja, je doet hetzelfde. En er zijn mensen die daar vraag naar hebben, dus moet je dat aanbieden. Dus het zijn niet alleen maar voetballers. Nee. Het zijn sporters, zijn ondernemers. Lopen zelfs gesprekken met entertainment om DJ's te gaan helpen. Influencers schijnen ook dezelfde vraag te hebben. Ja, we verdienen goed voorstellen. In korte tijd relatief veel geld. Hoe moeten we daarmee omgaan? Ja. Om kunnen we in één klap viral gaan? Precies. Dus vraagstuk is eigenlijk heel erg breed. Ja. Dus ja, we helpen zoveel mogelijk mensen. Wat zijn de belangrijkste lessen waarvan jij denkt, ja, die geef ik nu de jongens mee, had ik die maar geweten uit mijn eigen carrière? Vooral de basiskennis. Weten wat geld inhoudt. Heel goed begrijpen dat de dusdanige contracten die je tijdens je voetbal hebt, dat die niet oneindig zijn. Want dat is wel altijd een beetje het gevoel dat je hebt van, ja, oké, ik doe een grote uitgave, want volgende maand komt de winkel al met geld binnen. Ja. En dat proberen wij vaak ook wel bij jongens heel erg inzichtelijk te maken. Van, hè, Kai heeft het net over dat horloge. Stel je koopt nu dat horloge voor 1000 of 10.000 euro. Wat kost dat horloge per saldo over 5 jaar, 10 jaar, 20 jaar? Hè? Zet dat eens weg tegen gewoon een goed gespreide beleggingsportefeuille. Nou, als je dan ziet wat voor rendementje je mist op dat moment. Mm-hmm. Zou je dus kunnen zeggen, oké, ja, je kan nu overwegen dat horloge te laten liggen. Vervolgens je geld op een goede manier te investeren. En over 10, 15 jaar kan je bij wijze van elk jaar een horloge kopen uit het rendement dat je hebt behaald in de afgelopen jaren. En dan is het niet dat wij zeggen je moet dit of je moet dat. Maar ik vind het wel voor ons een rol om te laten zien wat de mogelijkheden zijn. Zodat zo'n jongen zelf een bewuste keuze kan maken van oké, ja, ik snap het, maar ik kies toch voor het horloge. Nou, helemaal goed, maar dan is het een bewuste keuze. En sommigen die denken, ja, ik laat hem nu even liggen. Ik ga eerst zorgen dat ik financieel helemaal gezetteld ben. En dan koop ik dat horloge later wel. Of die auto, of die woning in Spanje, of in Dubai. Wat je tegenwoordig allemaal ziet. Zodat die jongens bewuste keuzes maken. En niet gaan leven naar hun inkomsten. En vervolgens, als je dus geblesseerd raakt. Of je krijgt geen contract meer ergens. Dat je in één keer denkt van, ja, had ik dit maar 10 jaar eerder gedaan. Dan had ik er anders bij gezeten. Ja. Ja, dat is natuurlijk iets wat veel breder gaat dan alleen het voetbal. Maar ja. Nee, zeker. Het is ook gewoon in de maatschappij. Ik vind eigenlijk, er moet gewoon een stuk educatie wat betreft persoonlijke financiën, moet gewoon op school gegeven worden. Ja, daar kan ik het alleen maar mee eens zijn. Ja. Gaan we nog eventjes terug. Kleine trip down memory lane. Ik zei het al. Ajax, NEC, Feyenoord, Poen City. Toepasselijk. FC Voluntari. Chicago Fire, ADO Den Haag. Maar ook vertegenwoordigende elftallen van Oranje. Ja. 7 clubs op de teller, als ik het goed heb. Waar heb je het meest van genoten? Chicago. Ja? Ja. Toch ook gewoon, ik kan me voorstellen, het land, alles wat erbij komt kijken. Ja, voornamelijk het land. De vrijheid die je daar hebt. Hier in Nederland, als je voor een Feyenoord speelt, ben je altijd ergens in je gedachten ervan bewust van, ja, mensen kijken mee. Ik kan niet, misschien niet doen wat ik altijd wil. Ja. En in Amerika was het echt veel, al ga je in je onderbroek naar buiten. Nobody cares. Nee. Het interesseert ze oprecht niet. En dat gecombineerd met gewoon echt een leuk niveau aan voetbal. De hele land door reizen bij uitwedstrijden. Ja. En dan moet je zien, als wij op zaterdagavond bij New York City speelden, ging je daar vrijdagochtend naartoe. Had je vervolgens de hele vrijdagmiddag om die stad te verkennen. Ja. Je had zaterdag. Het was letterlijk, als wij op het airport aankwamen, dan zeiden ze, jongens, doe je ding. Morgen om 4 uur hebben we sportmaaltijd en dan zijn we bij elkaar. Ook een hele andere mentaliteit dan de Nederlandse. Gewoon veel meer verantwoordelijkheid. Ja. Het is gewoon van, weet je, Nederlands is heel kinderachtig, hè? Dat is gewoon altijd, je krijgt hele schema's, zo laat eten, dan dit, dan dat. En daar was het gewoon, joh, doe je ding, mensen morgen 4 uur. Mensen zelf waren ook, het is Vito Wormgoor, zij heeft natuurlijk ook een tijd. En ja. Misschien ben je er nog wat tegengespeeld? Nee. Was daar ook zeer over te spreken. Ook gewoon de hele mentaliteit, mensen die gewoon aardig zijn, die niks van je hoeven. Je kan rustig naar de supermarkt. Hier lag natuurlijk alles onder een vergrootglas. Ja, ik had wel altijd het gevoel dat het grotendeels gespeeld was in Amerika. Ja. De blijdschap dat iedereen zo aardig tegen elkaar doet. Maar het interesseerde mij echt niet. Ik werd er al aangestoken en iedereen was super happy en doen. En je gaat zelf ook zo
leven. Weet je, je kijkt naar het positieve. En, ook wel lekker, juist zo'n ik vibe, vond het, toch? Ik vond het echt fantastisch. Weet je, we woonden midden in de stad, 35 hoog. Je kijkt over de stad uit. Je hebt een goed contract. Nou, je speelt met jongens als Schweinsteiger. Ik had er natuurlijk Johan Kappelhof en Michael de Leeuw. Nederlands groepje. Als teamgenoten. Dus we hadden eigenlijk drie gezinnen waarin we hele leuke dingen konden doen. De stad die bood alles. Je had het stadsleven, maar je had ook bij Lake Michigan had je een strandje waar je in de zomer kon liggen. Dus dat is by far echt mijn beste en leukste periode geweest. Wat is het dan? Moet ik die ook stellen? Je minste periode geweest? Als je terugkijkt naar je carrière? Minst leuke was denk ik het laatste jaar Den Haag, waar ik ben afgesloten. Had dat te maken met dat je en minder ging spelen of de chaos bij de club zelf? Chaos gecombineerd met corona. Ja. Dat gaf mij wel net even dat setje dat ik echt zoiets had van ik heb er geen zin meer in. Vooral die lege stadions, het beperkt kunnen trainen, het in zo'n bus zitten met een mondkapje en al die gekkigheid. Ja, dat heeft er bij mij toen wel ingehakt. Heb je even iets anders waar ooit ook nog een lelijk doelpunt gemaakt? Dat vroeg ik me nog af. Ik was namelijk nog even op beelden aan het kijken. Niet normaal, dat jij dat ook hebt gedaan. Want dan komen we ook meteen bij de stelling die ik toch nog even op het eind wil even behandelen. Ja. Betere linkerpoot dan Rafael van der Vaart. Ja, je hebt het zelf gezegd, ja. Ja, ik heb het zelf gezegd. En Ja, je hoeft ze ook niet per se toe te lichten. Maar ik heb namelijk weer... Kijk, de goals zaten mij nogal goed in het hoofd. Want ik heb ze allemaal vrij bewust meegemaakt. Ja. Toen jij in de Eredivisie en overal speelde. Ja. Ja, dat waren geen misselijke goaltjes. Ik had oprecht altijd het gevoel van... Ik heb weinig spelers gezien die zo'n linkerbeen hadden als ik. Nee. Zonder mezelf op de schouder te kloppen en arrogant over te komen. Ik heb ze niet gezien. Heb je nog met Theo Jansen bij Ajax gezeten? Nee. Dat is dan iemand die meteen bij mij oppopt. Die ook echt zo'n... Hè, jij stond ook echt bekend om je linkerbeen. Mm-hmm. Dat had hij ook. Dus was dat ook jouw grootste wapen, denk ik. Hè? Ja, heb je ooit een lelijk doelpunt gemaakt? Kan je die nog herinneren? Ja, vast. Nou, ik heb één keer een doelpunt gestolen. Oh, op de lijn? Gewoon? Op de lijn, ja. Van Leroy George bij NEC. Ik zat in een fase waarin ik echt gewoon even op het scoreformulier moest komen. En ik dacht, het is even die woede naar mij toe is prima. Maar over een jaar, dan staat mijn naam nog steeds op die lijst. Dus, ja, hij telt. Ik heb hem gepakt. Ja. Ik heb hem echt net even dat laatste setje over de doellijn gegeven. Ja. Dus dat is totdat je dan bij het spel staat. Dacht je daar nog aan voordat je het doet? Nee, sta ik bij het spel of niet? Nee, het is wel daarna dat je denkt, het zal toch niet. Ja. Gelukkig hadden ze geen varretje. Maar dat is zeker gezien het verhaal, is dat... waarschijnlijk wel het lelijkste doelpunt ooit geweest die ik heb gemaakt. Ja, dan wou ik ook nog heel veel, toch ook afrondend, nog één keer naar de trainers kijken onder wie je hebt gewerkt. Ik vaar hier volledig op wat jij me hebt aangeleverd, Kai. Mag ik ook wel erbij zeggen. Martin Jol, John van Schip, Adrie Koster, Henk ten Katen, en het is een greep, hè, het zijn ze niet allemaal. Mm-hmm. Patrick Kluivert ook nog, Ronald Koeman, Giovanni van Bronckhorst, Alan Pardew. Ja, Mario Been. Wie viel jou het meest op in positieve zin? Is dat dan Koeman geweest? Ja, was ook Koeman. Ja? Ja. Van Bronckhorst daaronder? Is dat anders? Gio had een andere rol op dat moment. Die was assistent. Eigenlijk tweede assistent. Ja, ik kan me dat beamen, want ik was heel erg verbaasd dat Gio hoofdtrainer werd van Feyenoord en niet Jean-Paul van Gastel. Jean-Paul van Gastel was eigenlijk de eerste assistent van Koeman en die was veel meer de veldtrainer die ik echt heel goed vond. Ja. En die deed ook volgens mij de wedstrijdbespreking, zeg maar, voor de wedstrijd. En Gio was toenertijd veel meer gewoon leuk in de kleedkamer. Ja, die en was, natuurlijk heel die verstand was de verbinding voor, maar naar was gewoon de spelers. Meer van even naar je toe, even, of een grap. Ja. Hij was heel erg van de grapjes ook. Hij was gewoon totaal anders dan dat je nu, denk ik, zou... Heb je nog... want je hebt ook Alan Pardew. Ja, ik ben gek van Championship. Dat zou je nu inmiddels niet meer verbazen. Ja. Naar het Millwall-verhaal. Is ook een trainer die best wel een goede staat van dienst in Nederland had. Zeker, en hier zeker. In Nederland toch wel als een mismatch, soort hebben, halve... Ja, ook wel een clown een beetje werd. Ja, zo heb ik hem helemaal niet... Ik vond dat ook wel echt een gentleman. Ja. Hij was naar mij toe echt heel erg ver. Grote clubs in Engeland, hè? Hij heeft zich wel, hij heeft zich denk ik wel verkeken op het niveau van de Eredivisie. Wij speelden toen volgens mij de eerste wedstrijd na de winterstop. Toen was hij aangesteld als trainer. En wij speelden RKC thuis met Den Haag. En we speelden in Den Haag. En we hadden een bepaalde tactiek waarbij we dachten van dit gaat niet werken. En
Hij zei, ja, we hebben het over RKC en die kunnen niet voetballen en weet ik het allemaal wat. Nou, uiteindelijk wonnen we die wedstrijd met vanuit een standaard situatie, een vrije trap. En die wonnen we dus uiteindelijk 1-0. En de volgende dag zei hij, fucking hell, hey, RKC is de best voetballende ploeg in de Eredivisie. Ja. Die had dus gewoon totaal geen idee van hoe die Nederlandse voetbalcultuur is. Dat er gewoon vanuit elke ploeg bouwt gewoon op vanuit achteruit. Ziet hoe er druk gezet wordt, ziet waar de kansen liggen. Ja, daar had hij zich wel op verkeken. Had hij zich overigens wel snel op aangepast. Maar goed, dit was qua trainer vond ik hem prima. Zal ongetwijfeld niet iedereen beamen. Ik heb ook wel dingen gezien die hij bij andere jongens deed. Ik denk, nah, het is niet helemaal netjes. Ja. Maar naar mij toe, prima. Oké, okay, nou ja, dan Henk de Kater, Patrick Kluivert. Het was een mooi rijtje, ja, denk ik. Fons Groenendijk staat Fons er Groenendijk, ja, ja, ook. Ja. Ja, John van Schip dus ook nog. Ja, als assistent. Ja. Ja, dus dat is Patrick Kluivert. Ja, het zijn toch ook nog Henk de Kater, die nu natuurlijk ook weer veel in het nieuws is. Ja. Heb je daar nog veel van meegekregen bij je tijd bij Ajax? Ja, ik heb toen mijn eerste voorbereiding bij de selectie met hem meegemaakt. En er staat me nog bij dat toen op een gegeven moment was een speler die had witte schoenen aan. En daar was kritiek op. Hij had iets van, je draagt gewoon zwarte schoenen. Dat is het. En toen ben ik 's middags als de brandweer ben ik naar Hilversum, naar een Nike store gereden. Om daar een paar zwarte schoenen te halen, want die had ik ook niet. Nee. Ik denk, ja, die stok die ga ik hem niet geven om mee te slaan. Nee. Dus hij was wel heel erg... Ja, hij bekommerde zich niet echt om de jonge spelers. Dat deden de assistenten meer. Hij was meer gewoon het totaalplaatje zorgen. Dat was echt een andere tijd en nu kun je geen zwarte schoenen meer vinden. Nee, exact. Dat was toen de tijd echt een stok om mee te slaan inderdaad. Ja. Als je slecht was. Ja, nu valt het op inderdaad als je zwarte schoenen draagt. Heb je zwarte schoenen nu? Je speelt nog steeds? Nee, toch? Ik voetbal niet meer. Ben je laatst dan gestopt? Ik heb... Uiteindelijk nog bij je eigen amateurvereniging. Zwarte padelschoenen misschien. Zwarte padelschoenen, die heb ik wel. Ja. Nee, ik ben januari dit jaar was het klaar. Ja. Dus ik geef veel training bij de jeugdelftallen. Dat vind ik heel erg leuk. En daar stop ik een hoop tijd in. Maar het voetbal zelf niet meer. Oké, okay, nou heb je genoeg ook tijd voor View Sports natuurlijk. Waar veel tijd in waar veel tijd in gaat in zitten. Ja. Dat was hem. Hoe vond je het? Ik vond het super leuk, man. Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Ja, top dat je er was. Ja. Wil je nog iets van de hart over Kai bijvoorbeeld? Jullie hebben ook nog een tijdje aan. Ik ken hem inmiddels een beetje. Ja, we hadden net iets wat ik echt moet weten over die gozer? Of, zullen we dat doen we zo. Ik ben heel benieuwd. Dan hou ik nog even mijn perspraatje. En alle luisteraars en waardering in de Spotify-app wordt natuurlijk absoluut gewaardeerd. En alle kijkers, doe even een duimpje omhoog. Abonneer op het kanaal en vergeet geen reactie achter te laten onder de video. Wie is de absolute titelfavoriet van de Eredivisie? En wie zou jij graag ook nog in Dundee willen zien? Of wil je gewoon dat John nog een paar keer terugkomt? Dan gaan we dat ook gewoon regelen. Dank voor het kijken, dank voor het luisteren en tot de volgende. Dundee.